Blij dat ik nu in de vensterbank heb de dames van Toren C, een van de allerleukste programma's meteen gekomen. Ze hier ook langs, ze zijn nieuwsgierig. De allerleukste programma van de Nederlandse televisie, Maaike Meijer en Margot Ross, zeg ik goed. Ja. En waarom zijn jullie eigenlijk nooit in de uitzending geweest? Dit is de vingerkamer. Oh ja, dit is de vingerkamer, dit is de mee-etercamera, zeg maar. Waarom we hier nooit geweest zijn? Ja, nou, dat is gewoon pas nu. Dat is iets wat je opbouwt. Daar moet je naartoe groeien, denk ik. Ja, en nu zijn we er echt klaar voor. Ja. Want jullie spelen fantastisch altijd. Want hoe lang bestaat eigenlijk Toren C nu al? Dit jaar, nu gaan we het vijfde seizoen maken. Vijfde seizoen? Dan is dat denk ik iets van 7 jaar of zo. Ja. Denk het wel. 7 jaar ook. Ja. En met altijd nog met heel veel plezier. Ja, zeker. Ja. Anders dan doen we het niet. Nee, want heb je ook wel eens dingen gedaan voor die tijd waar je geen zin in had? Ja, je moet heel veel dingen doen waar je geen zin in hebt, want je moet gewoon je geld verdienen. Ja, want waar verdiende jij eerst je geld mee? Ik zat in het theater. En dan heb je wel eens voorstellingen dat je denkt, ik had liever misschien die andere voorstelling willen doen, maar daar werd ik dan niet voor gevraagd. Nee. En hoe zijn jullie op elkaar gekomen dan, bij elkaar? Zij is op mij gekomen. Ik ben op haar gekomen, want ik zocht eigenlijk al heel lang iemand met wie ik een televisieserie kon schrijven, een comedy. Want ik kom ook uit het theater, net als Margot. Ja. Maar ik had altijd zoiets van, nou, ik wil heel graag comedy gaan maken en schrijven. En dat veel meer gaan doen dan maar afwachten totdat er eens een regisseur die belt. En inderdaad, net zoals bij Margot, dan uiteindelijk vaak niet belde. Dus dat was vooral wachten. Nee, wel belde, maar dan zei Maaike, oh nee, ik bedoel de andere Maaike. Ja, zoiets. Of heel vaak gehad. Of een paar keer als lijk in Baantje of zo. Dat leverde ook niet genoeg op. Dus uiteindelijk wilde ik heel graag iets maken samen met iemand. Maar daarbij geloofde ik wel heilig dat het een duo moest zijn. Omdat een duo, zeker in een comedy, heel belangrijk is. Omdat je een sparring. En die eenzaamheid ook helemaal niet leuk is. Maar wie dan? En ik kende Margot eigenlijk helemaal niet. En toen heb ik uiteindelijk het telefoonboek gepakt. Want ik had haar wel een keer ontmoet en toen had ze een ontzettend geestig verhaal verteld, waar ik heel erg om had moeten lachen. Ik ken haar wel als actrice, zoals we elkaar een beetje kenden. En toen heb ik haar gebeld en toen zei ze, ja, kom maar langs. En toen waren we bij elkaar, bij jou, in jouw huis aan tafel, jij nog hoogzwanger. En toen hebben we echt, het was zo leuk, het was meteen, klikte het en hebben we plannen gemaakt. En toen zijn we begonnen met schrijven. En hebben dat heel erg lang gedaan, voordat eigenlijk Toren C er kwam. Dus er is nog een hele voorgeschiedenis met allemaal dingen die niet gelukt zijn. Maar het is wel fantastisch dat het ineens wel lukt. Want denk je nog wel eens aan het moment dat je lijk was in Baantje? Hoe ging dat eigenlijk? Dan word je gebeld? Ja, dan wordt het eerst gebracht van je krijgt een rol in Baantje. Ja. Heb je daar tijd voor? En dan bel je meteen iedereen van de... Ja, en dan bel je van, ja, ik zit er ook ik zit erin. Ja. En dan uiteindelijk was het gewoon dat ik pas aan het eind eigenlijk mee kan doen. Maar toen werd ik eigenlijk vrij snel doodgeschoten. Dus ik heb wel iets gezegd, maar dat was voornamelijk, nee, toch niet. En dan, en weg. Oh. Dus het was, maar het is wel vaak herhaald. Oh, dat wel. Dat scheelt. Maar dan denk je wel van, nou is mijn carrière begonnen. Hè, al is het als lijk. En toch? Want je hebt er wel televisie ervaring. Ja, ik ben helemaal. Ik ben 1 keer gebeld voor Baantje. Nu toch doorgaan over Baantje. Ja. Nee. En toen had ik die rol. En toen werd er wel gezegd tijdens de kledingdoorpas. Dat is. En toen werd er een naam van een andere actrice gezegd. En toen zei ik, nee, maar ik ben het toch.
Ja, maar die zou... Oh ja, maar die kon niet. Dus ze moesten mij als dat type maken. Ja. Dus ik was tweede keus. En toen had ik al mijn teksten al, want ik ben heel slecht met teksten leren, ruim van tevoren mijn teksten geleerd. En toen belden ze op een dag op, de dag is verplaatst. En toen kon ik niet meer. Dus ik heb nooit een baantje gezeten. Oh, en welke actrice moest je vervangen dan? Dat was Adelheid Rozen. Oh. Dus er was zo, ja, maar dat is voor Adelheid. Ik dacht, maar die rol heet toch helemaal geen Adelheid? Nee, Adelheid Rozen, die wilde we graag, zou ik eerst doen, maar maakt niet uit. Dus ze moet een beetje jou als Adelheid maar dat maken. Maar dit is ook moeilijk. Dus ik moest heel druk doen. Hysterisch. Maar ja, ik ben het uiteindelijk niet gaan doen. Maar ja, dat is, uiteindelijk is het natuurlijk heel goed geweest, die mislukking allemaal. Want daardoor zijn jullie tot elkaar gekomen. Ja. En heb je nu gigantisch succes. Ja. Want Tour de Zee wordt ook in Frankrijk uitgezonden. En hebben jullie ook een prijs mee gewonnen? Toch ja, ook? We hebben de... Met de Franse versie de, niet? Nee, het grappige is dat we nu... De Franse versie is genomineerd voor een Emmy Award. Dus dat is heel stoer. Ja. Dus dat zijn wij wel, want we kijken wij de hele tijd elkaar aan. Van, we zijn niet in beeld. Maar we zijn alleen niet in beeld. Dus het is toch weer passend bij onze geschiedenis dat we dan niet in beeld zijn, maar daar toch via de achterdeur wel iets, een soort erkenning voor krijgen. Ja. Ja, precies. En lijken ze dan ook op jullie, de Fransen? Nee, veel mooier. Oh, mooier. Heel mooi, heel jong. En heel dun. Mooie borsten. Heel dun, mooie kleding, alles is mooi. Dus alles wat lelijk moet zijn, ze zeggen waarschijnlijk gewoon in het Frans, ik ben lelijk, maar ze zijn heel mooi. Ja. Dus het klopt eigenlijk niet. En volgens onze comedy niet, want er zijn heel veel mensen lelijk. Maar maar Els is bijvoorbeeld een type van Margot, wat echt een gezelletje Brabantje. Nou, en jongens, wat gaan we allemaal doen? Die vrouw heeft 5 kinderen, die heeft een bepaald postuur en een te korte pony. En daar kleeft een soort, dat is dus echt een volkse vrouw. De Franse Els, nou, die is 28, wel iets gezet, maar nog steeds... Dit. Hele, en mooie aan de borst in plaats van daar zijn ze bij haar gewoon hier. Ja. dat vinden ze daar te ver gaan. Nee, dat vinden ze veel te ver gaan. Want jullie controleren wel de Franse versie? Ja, ja, wij zien het allemaal wel. En we hebben zo'n final say. Ja, we zeggen daar wel iets over. Maar ja, we houden ook enorm onze mond dicht. Ja, is dat moeilijk? Dat is niet echt moeilijk, omdat je toch elke keer denkt als je daar dan vandaan komt, dat je ontzettend trots bent dat ze het gewoon maken. Ja. En dat ze hun eigen ding ermee doen. Dat moet ook. Want we kunnen ook niet onze eigen... hoe zeg je dat? Onze eigen lelijkheid daar opleggen. Als zij in dat land dat helemaal niet willen. Dat willen ze echt niet. Ja, maar alle grove dingen gaan eruit. Wekenlang gepraat. Alle grove dingen gaan eruit. Ja, maar ze hebben ook weken gepraat over wat ze aan hebben. Zij trokken dat. De Fransen trokken het helemaal niet. Dat alle mensen er hetzelfde uitzien elke keer. Ja. Je moet er toch elke keer een andere mooie jurk aan. Ja. En echt over de sjaal van Els is tot boven in Canal Plus gepraat. Wat voor een stip daarop moet. Dat is echt Frans ook. Hè? Ja. Je moet allemaal... Het is allemaal zoals eten ook luxe en mooi en nou ja, dat. Ja. Terwijl alle poep en plas en seks is er een beetje uit. Dat is er allemaal uit. Nou, niet de seks, niet. De seks niet, maar wel gepolijst. Dus echt ook met... Maar poep en zo, dat is een prachtige scène, ook die operatie. Ja, dat is een hele mooie scène. En ook heel Frans, vinden wij op een bepaalde manier. Ja. Maar leggen ze dan ook uit waarom het eruit is? Nee, dat is pas possible. En dan is het meteen al klaar. Er wordt niet meer daarna over gesproken. Wel een enorm respect dat wij dat doen, dat is wel. Ja enorm. En de actrices ook, maar daarna wordt er... En dat zouden jullie, als het in Nederland zou gebeuren, zou dat niet plaats kunnen vinden? Hè? Als jullie een scène bedenken, of ben je dan ook afhankelijk van de omroep die het uitzendt? Dat kan eigenlijk niet. Dat is dan wel fijn van de VPRO, dat die leggen ons geen enkele beperking op. Wij mogen dat allemaal alles doen. Doen wat we willen. Tot nu toe hebben we nog nooit gehad dat iemand zei van, dat kan niet. Dat zou bij een commerciële omroep denk ik heel anders zijn. Ja. Nou, dat zou bij de Tros of de AVRO ook al ook al, zijn. Misschien. Ja. Ook, terwijl jullie enorm succes hebben, zou de Tros of de commerciële omroep, zou jullie toch beperkingen opleggen dan? Ja, ik denk het wel. Ik denk het ook. Ik denk dat daar ook gesprekken over zijn. Nou, zo'n poepscène. Of echt iets met vergaande seks. Nou, we hebben niet iets met vergaande seks ook echt. Ik bedoel, dan klinkt het net alsof heel erg...
rare dingen doen. Maar soms is het gewoon... Wel rare dingen. Dat is ook ja, zo. Ja, maar ik bedoel... rare dingen hoor. Ik heb wel een sekszijde gezien dat het hele hotelkamer in elkaar geslagen ja, werd. Ja, dat is wel raar, ja. Heel mooi, was een prachtige scène. Woestheid. Nee, dat was Borgal. Ja, ja, leuk hè. En die... er was echt zo woest en televisie. Ja, we kunnen geen fragment laten zien qua rechten, denk ik. Misschien ook wel ook hoor, maar goed. Dat zien we wel. Maar er werd het hele, de televisie in elkaar geslagen en alles. Ja, ja. Want hoe vaak hebben jullie het over gedaan? Ik kon er maar één keer met mijn voet door die tv. Want we hebben ook niet zo heel veel geld om heel veel tv's neer te zetten. Maar je moet wel heel vaak op dat bed springen en op de kast springen. En dat iedereen de hele tijd bang was, want ik breek nogal gauw wat. Dus dat heb ik wel, ik denk wel een keer of 10 gedaan of zo. Oh ja. 10 of 12 keer, ja. Maar wel. Dure dingen die stuk gaan, kunnen we vaak niet overdoen. Nee, kan maar één keer. Nee. En dan kan je het wel combineren, misschien de ene scène met de andere scène? Of, Nee, we hebben toch die grote dingen. We hebben ook een begrafenis met een hele lange stoet met iedereen in het wit. En die moest in het water vallen. En we hebben dan maar één set kleding. Dus dat moet in één keer goed. Dus we moeten in één keer iedereen ook goed in dat water. Maar wie viel dan in het water? Wij allebei. Alles, iedereen. Alles, 20 mensen. En die mochten niet lachen. Dus die moesten allemaal serieus blijven kijken. Dat was een enorme... Wij moesten het ook heel erg ons best doen om niet te lachen. Ja, ik heb echt in het water, want het was ook nog koud water. Daar had ik helemaal geen rekening mee gehouden. Ja, weet ik niet. Was ik vergeten. Dus ik ging het water en ik dacht... En toen schoot er iemand onder de kist, want die kist draaide ook meteen om. En toen moest ik van de zenuwen eigenlijk lachen, maar dat mag natuurlijk niet. Nee. Dus dan heb ik echt een paar keer zo onder water. Van de zenuwen. Dat moet in één keer goed. En zo'n scène bedenken jullie dan uit eigen ervaring? Tenminste, dat je wel eens dat gelezen hebt dat een kist het water in gevallen is. Nee, dat was wel een soort verlangen wat we al heel lang hadden. Dat we echt twee van die hele truttige begrafenisondernemsters... met een enorme soort nare gedichtbijheid van betrokken. Ja, die heb je wel meegemaakt. Ja, die mensen maar je kent dat wel. Die verkeerd meeleven. Ja, dus dat is Frank, je vader ligt er heel mooi bij. Dat je denkt, niet doen. Jon. En die man, en uiteindelijk blijkt niet dat de echte vader van die man ligt helemaal niet in de kist. Er is een vergissing gemaakt. Daar gaat eigenlijk de scène over. En dan zegt die man ook... Die vader ligt alleen maar de foto. De foto op de kist is niet zijn vader. En dat zegt die man, dat is niet mijn vader. En dan word ik geïrriteerd. Dus dan wordt zo'n vrouw geïrriteerd. En dat is heel erg. Maar hoe bedoel je, Frank? We hebben heel veel heen en weer gemaild hierover. Ja. En ik vind het toch opvallend dat jij dit nu zegt. Nee, we hebben je behoorlijk gematst al, ook met de prijs. Je wilde eerst heel eens alles in het wit, toen alles met... En zo'n kind, zodat het helemaal omhoog kruipt. En dan wordt zo iemand, valt meteen door de mand. En dat wilden wij spelen. En is het dan moeilijk om je bijvoorbeeld... hoe ontstaat dan een bepaalde karakter, zeg maar? Ik wil geen typetje zeggen, maar een karakter wat jullie uitbeelden. Hoe ontstaat dat dan? Het is meestal vanuit de situatie. We schrijven eigenlijk geen karakters. We schrijven meestal situaties die we heel grappig vinden of pijnlijk vinden. En waarvan we denken, nou, we willen toch zo graag spelen dat er, weet ik veel, iemand uit een plafond valt. Die dan vervolgens geconfronteerd wordt met iets. Dan is het eerst dus die val en wat er gebeurt. En dan pas, wie zou dat nou eigenlijk kunnen zijn? Het is wel zo dat er in de loop der tijd zijn er echt personages ontstaan. Maar we hebben nooit bedacht van tevoren, we willen zo graag dat of dat of dat spelen. Dat is eigenlijk zo ontstaan. Nee, maar waar we net over hadden, zo'n vrouw die jij net nadeed, dat is natuurlijk echt al een karakter eigenlijk. Ja, dan wel, uitvergroot. Ja. Soms wel. En dan ga je daarover doorpraten en dan is er iemand die zorgt voor de kleding en iemand die zorgt voor de make-up. En dan ga je samen zo'n type maken en dan groei je daar als het ware in. Wat is dat voor vrouw en wat heeft die aan en hoe praat ze dan? Als dat iemand is die inderdaad altijd zo... ik doe het heel goed, ik doe het heel... Zo, dat is wel een type. Zo ga je dat wel ontwikkelen, met elkaar. Ja, en ook met plezier ook. Ja, ja want Leenert van Nimwegen die onze make-up doet en de griem en alle pruiken verzint... Die maakt eigenlijk de types voor ons. Ja. Dus heel vaak zo, dan heb je die pruik op en de make-up erbij en de kleding erbij... en dan denk je, zo'n type is het. Dat is wat ik ga spelen. Ja, leuk is dat dat is heel leuk. Dus het is echt samen dat het dan tot stand komt. Ja, met de grimeur. Ja. Leenert is heel bekend ook als grimeur. Ja. Ja. Van welke organisatie ook weer? Of heb je eigen? Hij doet het zelf. Eigen man. Van zijn eigen. En Leenert, ja. En dan op welk moment zit je dan lekker in je vel dat je denkt van nou ben ik het ook? Oh, als je echt...
Nou, het wonderlijke is, je hebt in je fantasie hoe iemand eruit ziet. Als je het opschrijft, dan gaat een van ons het spelen. Dat is ook al echt een ding dat je denkt, gaat Mike het spelen of ik ga het spelen. En dan komt daar een pruik bij, een kleding. En dan kijk je in de spiegel en denk je, zo'n soort vrouw. Dan vergeet je dat weer helemaal. En dan ga je het weer helemaal spelen zoals je het wilde spelen. En dan zie je het weer terug op beeld en denk je, ja, zo'n soort vrouw. Dus het is heel gek gebied elke keer waar je in terechtkomt. En na een hele tijd, dus na een jaar, kijken wij en dan kijk je naar, ben ik dat? Dan is het die vrouw. Ja. Dat vind ik fascinerend. Dat heb ik nooit zo met andere dingen gehad. Maar met Torres zei wel, ik kan soms echt, als wij zitten te editen, dus als we het programma aan elkaar plakken, dan zeg ik wel eens, nee, maar die vrouw wil, volgens mij moet ze naar buiten lopen. Maar dan heb ik het helemaal niet over mezelf. Dan heb ik het over dat type. Terwijl als het net, kan iemand open doen? Terwijl als het net gebeurd is, dan zie je jezelf misschien nog. Erin. Maar zo'n personage groeit ook. Want we hebben natuurlijk wel een paar van die, bijvoorbeeld de pubermeisjes in de lift. Dat zijn echt hele ordinaire wijven. Ja, wel leuk. Daar hoeven we eigenlijk helemaal niet meer over na te denken. Die zijn gewoon, dat zit zo in je lijf. Je hebt ook personages die meteen, die veel, veel natureller zijn. Maar dit is gewoon met, ja, dat is gewoon, zit meteen in alles, in je talen, in je lijf en... Ja, dat hebben we met meerdere personen wel. En sommige zijn ook gewoon heel, heel beetje timide of wat meer op de achtergrond. En die andere, die, dat word je meteen. Dan doe je die jurk of dat pak aan, hè, die pruik op en dan is het er. Ik zoek wel vaak een fysiek ding erbij. Dat word jij met gewone types is dat wat moeilijker. Ik zou het ook wel eens leuk vinden om een type te spelen. Ja, ja. Kan je maar het lijkt me dan zo moeilijk. Nou, ik zou wel eens wat jij op zo'n vrouw die uit de hoogte is, of een beetje platte man, want jullie spelen ook mannen. Ik weet niet of ik het kan. Nou, maar dit is een hele dat zou je heel goed kunnen. Oh, ja, dat lijkt me wel leuk. Maar dan moet je doen. Maar dan opdoen en dan ben je het. Ja, dan uit je. Ik heb wel toevallig een bril. Ja. Ik even kijken of ik kan. Ja, ik weet niet wat ik. Dat ben ik eigenlijk. Nee, ik ben er zo onzeker of dat. Dat is heel goed. Oh, ja. Vooral dat je geen echte tekst hebt. Je ben je. Ja. Een brommende man ben je meteen. Want je durft ook meer als type dan normaal, hè? Dat is waar. Want wat zouden jullie bijvoorbeeld normaal nooit gedaan hebben en wat je wel dus bijvoorbeeld in de uitzending doet? Alles uittrekken. Nee, maar het is werkelijk. Want als ik, dat hebben wij ook best wel vaak tegen die Franse actrices gezegd. Als ik gebeld zou worden door een regisseur voor een aantal scènes uit Topzee, zou ik nooit gedaan hebben. Ja. Dus dat doen we toch. Omdat het uit onze eigen fantasie komt, doe je dingen die ik nooit, dat zou ik echt nooit gedaan hebben. Ik zou nooit, als iemand mij zou bellen, zeggen, wil je tegen de muur aan poepen in een scène? Nou, echt niet. Nee. Dan hoor je tuut. Ja, maar nu wilde ik het toch wel doen, omdat we het belangrijk vonden. Dat het gemaakt werd. Hoe dat heb je dan gedaan, tegen de muur gepoept? Maar hoe zeg je dat dan bijvoorbeeld tegen Maaike? Vertel je het thuis. Ja, dit soort scènes zijn nou echt, zoals dat je met je kont omhoog moet zitten, dat gebeurt soms bij ons, dan is het echt tossen van nou, jij hebt het vorig jaar gedaan. Nou jij hebt het zelden gedaan. Ik ga het dit jaar doen, ik zal dit jaar mijn kont laten zien, geen probleem. Maar inderdaad, wat ze zeggen, dat klopt, dat zou je, dat, zeker op mijn leeftijd niet meer, weet ik veel, ik ga niet zomaar meer dat doen, zo, dan moet het echt wel wat opleveren, je gaat toch niet zomaar. Het levert dit jaar levert het heel veel op als jij dat doet. Ik denk het ook. Maar het lijkt me wel heel spannend. Als je dus een idee hebt wat je denkt van, nou, dit kan ik eigenlijk helemaal niet vertellen. Om het dan te vertellen en ook nog uit te voeren. Ja. Want die scène is dus uitgevoerd ook. Ja. Ja. Nou, je begint met het opschrijven en dan denk je niet na of je het gaat spelen. Want dat beperkt je ook meteen. Ik denk toch in termen van of Maaike, want ik vind vaak dat zij het heel leuk speelt. Of daarna komt als Robert De Niro het zou doen of zo, snap je? Ja. Je neemt iemand in je fantasie. Of je maakt er zelf een filmscène bij met hele goede actrices. Ja. En dan schrijf je het op. En dan daarna komt pas de shock. Oh, ik moet dit zelf gaan spelen. Zo gaat het. Ja. Maar op welk moment, als je zoiets bedenkt,
dan heb je dan ook tijdens het schrijven dat je denkt van, nou ja, dit kan eigenlijk helemaal niet wat ik nu bedenk. Dit gaat zo ver. Nou nee, maar dat zijn de beste momenten. Ja, dan zit je toch want een beetje dan heb je, dat heb je, ja. We gaan natuurlijk ook steeds verder erin. Dus dan denk je van, oh jezus, dit kan eigenlijk niet. En het beste voor ons is altijd als de regisseur, die gaat dan zo zitten. Die gaat dan, terwijl wij zitten voor te lezen, gaat dan je hand gaat een beetje, oh nee. En dan weten we eigenlijk dat we goed zitten. Ja, ja, ja. Dan weten we van, nu komen we pas ergens. Niet dat, niet dat je wil shockeren, maar wel dat je wil altijd zoeken naar die grens. Dat je denkt, nee, ik wil, wat je bij The Office ook hebt, de Engelse The Office. Dat je denkt, ik wil dit eigenlijk helemaal niet zien, niet doen. Dat maakt het zo goed. Ja. Het is niet alleen maar plat en ding ook. Maar ook dat je denkt, ik moet kijken, maar ik wil niet kijken. Nee, ze gaan toch zeker niet? Nee! Dat gevoel, dat is toch heerlijk, dat is gaaf. Nou, en dat je dan ook zo, dat jullie allebei zo beschermd worden. En dat je zelf ook vriendinnen bent. Ja. Dat je dat je elkaar vertrouwt, eigenlijk. Ja. En dat het publiek jullie op handen draagt. Dat het fantastische scènes zijn, maar ook hele ontroerende scènes. En volkomen absurdistische scènes. Maar dat het enorme kwaliteit heeft. Dus dat is ook natuurlijk de stimulans om steeds weer verder te gaan. Dat zeg dan je helemaal. Ja, dat vind ik ook leuk. Ja, dat vind ik zelf ook leuk. maar het is wel zo. Ja, het is wel zo. Nou, dus ik hoef bij Maaike nooit bang te zijn dat ik iets voorstel waarvan ze zegt, nou, dat vind ik echt gewoon, dat vind ik niet leuk, of dat vind ik slecht, of dat vind ik belachelijk, of dat gaat te ver. Er wordt altijd serieus. Want zij zegt, je bent mijn vriendin niet meer nu. Dit kunnen we niet doen. Nee, je ziet meteen bij elkaar, hè. Als we iets voorstellen, dan zie je meteen, of je ziet te lang dit, of het is, en dan ga je dat samen opschrijven. Ja. En dan komt er weer iets uit. Dat is wel leuk. En soms ook helemaal niet, hè? Nee. Soms zit je dus ook 3 dagen, want het lijkt nou net of weet ik veel, weet je, iedere keer. Maar soms zit je ook, nou ja, dat. Maar zijn jullie ook dus buiten het werk goede vriendinnen eigenlijk? Ja, alleen dan lopen we niet echt meer de deur bij elkaar plat. Want dat is al dagelijks. Die deur staat Die is al plat, open. Die deur. Maar je ziet wel aan elkaar of de een een beetje depressief is of niet. Ja, je ziet alles. Want wie is het meest depressief? Ik denk. Want waar word jij dan depressief over? Het leven. Nee. Het leven zelf. Dat is niet waar. Nee, ik ben niet depressief. Maar je ziet wel alles aan elkaar, ja. Dat je gewoon een nare dag hebt of zo? Ja. Want op welk moment heb je een nare dag dan? Als ik het allemaal net niet red. Als het net niet gaat. De zorg voor de kinderen en op tijd thuis. En je begint om, wil dan om 9:15 zitten aan tafel met Maaike en dan beginnen. Ja. Maar dan heb je dat ook niet gered, want dan heb je 's ochtends nog even gesprek op school. En dan ben je alweer een half uur te laat en dan begin je te laat. En dan moet je eigenlijk al om 2:15 weer stoppen, want dan moet je de kinderen weer halen op het schoolplein. Oh, en dan is die scène net niet gelukt. En dan heb je die avond moet je ook nog dat doen en dat doen en dat doen. En ja, dan heb je het even gehad. Ja. Het zijn wel volle levens. Het zijn volle levens natuurlijk met kinderen. En hoe reageert zij dan? Als ze dat ziet. Ze zal altijd maar even afremmen en zeggen, wat is nou? Vertel het nou eens even. En dan zeg ik, na 5 minuten heb ik het allemaal verteld. Zeg ik, nou is het klaar, nou gaan we lekker uit. Hè? Maar dat moet wel natuurlijk. Ja. Want je moet vrij de scène in kunnen gaan. Maar ik vind ook dat je, ondanks alles wat er gebeurt in je leven soms, zeg, ook aan nare dingen of aan moeilijke dingen, dat je ook wel echt moet kunnen werken. Dus dat het voor ons wel is van dat heilige wachten op die inspiratie. Nee, dat is ook weer niet zo. Nee. Je gaat gewoon aan het werk. We kunnen van alles meemaken en dan heb je toch gewoon je werkdag. Ja. En ook als je echt een rot dag hebt gehad of een rot periode. Maar je moet weten, Torus zei is ook helend. Het is altijd fijn om in een ander leven te duiken waar het nog slechter gaat. Ja. Dus het is echt dat is waar, Ik denk, nou, dan heb je die ochtend heb je al van alles meegemaakt. Dan kom je weer, nou, god, dit en dat en zus en zo. Nou, dat is eigenlijk gewoon een scène. Ja. Daar kunnen we iets mee. Ja. Daar gaan we. Nou, ook zo'n horror scène, toch, die ik gezien heb. Die ook wel heel geestig was. En dat je dan denkt van, nou, mensen, er komt helemaal niks uit de mond van het collegaatje op kantoor. Nee, precies. Dat je gewoon, dat het gewoon normaal is, het leven. Ja, je haalt het toch overal vandaan. Dat klopt, dat is waar. Dat doen we altijd wel. We hebben er altijd wel iets aan. Aan een slechte ervaring. Ja. Dat je toch zit te kijken en je denkt, dit is heel erg wat diegene nu tegen mij zegt. In mijn relatie. Dit is echt een klote opmerking. Maar uiteindelijk ga ik er iets mee doen. Ja, ja.
Ja, dat is het leuke natuurlijk. Ja, dat is wel dat is het fantastisch, leuke, ja. Ja. En ja, als je dan... en jij hebt kinderen? Dus ja, ook? Ja. Hebt ik ook. Ja, ook ik heb ook. En jullie zijn geen van mij de lesbisch? Nee, dat zijn niet. Oh, nee, nog nee. Niet in ieder geval. Nee. Ik weet niet wat dat nog allemaal kan worden, dat weet ik niet. Maar ja, tot nu toe nog heb niet. Heb je ook geen ervaring? Want het is een homozender. Nee. Oh. Ja, we zitten voor ik heb wel eens iets ja, in die richting ervaren, maar ja, heel minimaal, heel minimaal. Ja, maar tot hoe ver dan? Ja. Tot daar. Ja. Oh. Met wat kussen. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik iets met een vrouw zou hebben. Nee, ik kan me niet voorstellen. Maar waarom niet? Ja. Is toch ook heel normaal? Heb je ook nooit met een vrouw in één bed gelegen? Dan? Ja, dat bedoel ik. Dat was de ervaring. Wij ook. Maar dan tot hier. En niet knuffelen dan? Ja, knuffelen wel, maar het is wat anders. Ja, maar het kan een begin zijn. Heel veel lesbische vrouwen hebben dat als het begin ervaren. Ja. Nou, ik zoek dat wel in mezelf op in Torres C. Sinds vorig jaar. Ja, dat zag ik ook. Ja. Dat kwam ook heel overtuigend over. Ja, maar die komt dit jaar ook weer terug. Oh, dat vonden wij toch ook wel fijn om dat er even nog te onderzoeken. Ja. Maar dan heb je geen zin om na afloop van de scène toch het nog even af te ronden. Nee, daar moet ik niet aan denken. Nee. Ik weet het niet. Ik denk dat ik toch altijd echt een piemel wel zou missen. Ik wil wel zeggen, want als ik jou aanraak, als wij scènes oefenen, heb je allemaal... en ik ga jou aanraken, ja, dan denk ik, nee, maar dat komt door mijn borsten. Nee, maar dat is echt heel, dat is iets raars. Ja, als iemand dat eens aan mijn borsten zit, vind ik dat gewoon heel raar. Maar heb je dat ook bij een man? Ja, dat weet ik. Ja, niet als mijn man dat doet bijvoorbeeld, maar dat, ik krijg gewoon een soort... Ik weet het niet, ik krijg een giegelaanval, maar misschien... Nee, zit ja, in je microfoontje. Ja, zie je dat? Maar dan krijg je de giegelaanval. Maar heb je ook wel met de vrouw geslapen? Ook, ja, vroeger, maar lang geleden. Ik heb wel een relatie gehad met een vrouw, een relatietje. Maar dat is echt, het hoorde bij mijn jonge jaren. Ja, maar wel met alles erop en eraan. Wel. Met alles erop en eraan. Ja, ik ga niet... Nee, niet in details treden, dat wist jij niet. Dit is leuk voor de zender, dit is echt het nieuwtje van de week. Ja, maar dat valt meer onder het gegeven experiment, dat ik dacht, oh ja, ik ben toch lesbisch. Nee, ik denk dat toch de testosteron in het leven is hartstikke leuk. En wat niet is, ik zeg maar, als het zou zo makkelijk zijn als wij dat ook nog zouden zijn, dan is alles ook gewoon helemaal rond. Kijk, die blik ook. Ja, maar ja. Ik wil toch gewoon, de lul eraan, hè. Ik mis gewoon die lul. Leuk is wel, Mike is wel een lekker week. Ja, ik ben wel een lekker week. Ja, dat klopt. Dat is wel zo, ja. Maar je kunt toch iets voorbinden? Ja, maar dat leeft niet. Nee, ja. Toch bloed. Jij zit daar, jij denkt het makkelijker over. Zij dan moet er bloed doorheen. Moet bloed doorheen. Ja. Zo beschaafde uitzending. Maar, en hoe lang is het dan geleden dat jij met een vriendin... 55 jaar. Dat is, ja, zoiets. Nee, toen was het 20 of zo. En wist jij jou nog? Nee. Leeft ze nog? Dat is gewoon Nelly Vrijdag. Nee, dat ze zijn nog steeds bevriend of met elkaar. Dat wel. Ja. En wie zei dan van nou, ik wil niet verder eigenlijk? Nee, dat zij was ook gewoon weer met een man gegaan. Oh, ook weer een man. En ik ook. Maar dat is toch hartstikke leuk. En het gebeurt steeds vaker dat jonge mensen gewoon terrein verkennen. Ja. En niet agressief worden. Of homofoob worden of zo. Nee, helaas is het homofobe al om ons heen zo heftig. Dat moet niet ook nog... Dat is goed als jonge kinderen dat meekrijgen. Dat allemaal niet moet en mag. En dat je gewoon... En dat je gewoon absoluut wel een experiment kan doen en gezond door kan gaan. Gezond! Er is heel veel bloed in daar, hè? Maar, het is ook heel vies. Ik vind dat wel... Nee, maar dat vind ik ook wel de kracht van Tour de C. Dat jullie ook... dat het gaat ook heel emancipatoire... kennelijk. Dat, is dat zo? Kennelijk. Dat is uiteindelijk het resultaat daarvan. Maar we zijn er nooit zo mee bezig. Maar dat snap ik wel, dat het eindresultaat is. Ja, dat snap ik ook. Nou, dat mensen zouden kunnen denken dat jullie wel lesbaas zijn. Lesbaas. Allebei. En tegelijkertijd ook weer niet. Maar dat het helemaal... Dat de wereld helemaal open staat. Ik weet niet hoe wij in de lesbische wereld liggen wij ook best wel misschien goed. Volgens mij wel is het leuk om te zien. Maar ze vallen meer op jou dan op mij. Dat valt me wel. Ik hoor andere dingen.
Nou, wanneer beginnen de uitzendingen? Eerst komen de opnames. Ja, in maart. Vanaf maart zijn we weer. 2014. 17 maart, ja. En dan 9 uitzendingen. Ja. Ja, 9 uitzendingen. Nou, eigenlijk verheug 10, me er nu al op. Maar de 10e is een compilatie van die 9 die daarvoor zijn. Oh, ja. Nou, en er komt nog een verrassing dan, daarbij. Ja, ja. Nou, hartstikke bedankt dat jullie hebben willen vertellen. Had je zelf nog wat willen zeggen? Dat je denkt van, ik vind het heel leuk dat ik hier bij je zat. Ja, ik vond het fantastisch. Ik vond het een eer. Misschien wordt dit ook wel in Amerika uitgezonden. Ik hoop het. Ik hoop het. Bedankt. Ik hoop het. Dankjewel. Oh, wat een warme wangen. Oh, maar gaan we naar dominee Grendert kijken of hij begrijpt waar we het over gehad hebben. Warme wangen. Oh god, wat een zoet stel in de vensterbank. Zeg, wat is dat leuk. Moet je toch zien, wat leuk. Ik zit zo geboeid te kijken dat ik haar nauwelijks drink. En ik heb hier ook echt hard moeten lachen. Maar dat doet je goed in deze donkere dagen. Gewoon af en toe eventjes lekker lachen. Wat heerlijk, zoals deze komische supersterren, eigenlijk zijn supersterren, steeds weer de grenzen opzoeken. En weer verder en weer verder. Doet u dat ook wel eens? De grenzen opzoeken thuis. Wat kan ik nog wel en wat kan ik niet meer? De grenzen opzoeken. Waar liggen de grenzen in mijn werk? Waar liggen de grenzen in mijn huwelijk? Soms weet je pas waar de grens ligt als je er overheen geweest bent. Oh, dat is de grens. Oh, dat was de grens dus. Het is gevaarlijk. Oh, maar het is af en toe in je leven ook wel eens leuk om over die grens heen te stappen. Je mag niet vreemd gaan. Nee, je mag niet vreemd gaan. Maar, en dat dan toch eventjes doen. Oh, heerlijk. Je mag niet vloeken. En dat dan toch eventjes doen. Godverdomme. Je mag je ouders niet verstoten. Maar ze vragen er soms wel om. Dames en heren, zoekt u ook de grens wel eens op? Het kan heel bevrijdend zijn. Het kan heel veel lucht geven in een soms verstikkende relatie. Nou, ik hoop dat Maaike, Margot en Margreet, de drie M's. De drie M's, moet je mij nou eens horen? De drie M's. De drie M's. Dat ze mij ook nog gehoord hebben. Maar doe even een rustige afkondiging, Margreet Dolban, want dat verwachten de kijkers. Nog een fijne voortzetting. Nou, en wat fijn dat dominee Grendert dat zo samenvat eigenlijk op die manier. Daar ga je toch wel over nadenken. Dat was het weer voor deze week. Ik hoop dat u volgende week ook weer kijkt naar een programma waarin alles gezegd kan worden. Waarin we totale vrijheid hebben voor lesba's, voor homo's, maar het zijn ook lesba's. Voor hetero's, voor transgenders, voor alle soorten mensen die kunnen hiervan genieten. En ik zou zeggen, tot de volgende week. Doei! Joep.